Stel je voor, je werkt al 17 jaar bij bedrijf Bakker, Bakker NV. Ik noem maar even een naam, hè. 17 jaar. Je bent Mr. Insight. Je kent elke unit. De baas van Bakker voelt als een oudere broer. Je bent Bakker. Op de carrière ladder van Bakker klim je gestaag. Toen je manager was, leidde je succesvolle teams. En je organiseerde het voorjaarsvolleybal-event, het jaarlijkse bedrijfsvolleybaltoernooi. Als Chief Operating Officer, COO, bezocht je wekelijks een vestiging. Je hield motiverende gesprekken, je schudde handen en organiseerde nog steeds het voorjaarsvolleybal. En als Vice President zette je samen met anderen nieuwe divisies op en je organiseerde het voorjaarsvolleybal. Het leven was goed en op een dag word je trouw beloond. Je bent de CEO uit die vlag. Fast forward. Enkele maanden na je benoeming tot CEO staat je agenda bomvol interviews, vergaderingen, meetings met businessanalisten, pers, ondernemingsraden, zakenreizen naar partnerships, diners, lunches, borrels, ontbijtsessies. Er treedt een paradoxale werkelijkheid op. De afstand tot de werkvloer was nog nooit zo groot en tegelijkertijd ben je verantwoordelijker dan ooit. Van Mr. Insight naar Mr. Outside. Elke nieuwe CEO worstelt met die tijdsvretende Pac-Man. Tegelijkertijd verliest hij of zij dat comfortabele, warme badgevoel. Dat gevoel van ergens bij horen. Frank, die uit een dergelijke situatie komt, die legt het als volgt aan me uit. Ik ervaar winst, maar het verlies is groter. En ik ontmoet nieuwe mensen, nieuwe contacten, maar de oude moet ik herijken. De schok voor mensen als Frank is groot als ze ontdekken dat de verantwoordelijkheid voor de insight niet langer van hen is. Geen voorjaarsvolleybal meer. Oké, misschien als reservespeler, mocht de agenda het toelaten. Maar waarschijnlijk zit hij dan net in het vliegtuig naar Houston. Niet alleen moet de nieuwe CEO verantwoordelijkheid afstaan en erop vertrouwen dat anderen het net zo goed doen of beter, ook moet hij of zij aanvaarden dat hij het over enige tijd niet meer weet hoe dat er operationeel aan toe gaat in de divisies. Na een paar jaar denkt de CEO niet eens meer aan voorjaarsvolleybal. Als nieuwe CEO laat je een vertrouwd landschap achter je en je baant je een weg door de woestijn en je maakt rivieren door de wildernis. Jouw woestijn, jouw wildernis. Geen zorgen. Je raakt vanzelf verknocht aan die nieuwe leefwereld. En dat is mooi. Mr. Outside. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.